vieze, vuile moordenaar. Had jij maar je best gedaan om een fatsoenlijk mens te zijn in plaats van het monster dat je bent. Er is een man aangehouden die betrokken zou zijn bij de verdwijning van de 36-jarige vrouw uit Hogeloon. Verdachte heeft Sylvana door middel van verwurging en of smoren om het leven gebracht. Waarna hij haar lichaam met zijn auto naar half mijl in Vessum heeft gebracht en daar heeft begraven. Dat is een beetje dubbel, want ik geef dus aan, er is niemand anders dan ik die dat gedaan moet kunnen hebben, maar ik kan het me niet herinneren. Sylvana Heber is op een gewelddadige manier vermoord en gedumpt in een voor haar gegraven graf. Een dag voor haar vermissing laat ze haar ex-vriend Marlon B. weten dat ze zou vertrekken. Hij staat nu voor de rechter, maar lijkt spontaan geheugenverlies te hebben. Wie is Marlon B. en wat heeft zich afgespeeld in het verlaten bosgebied? Het is zaterdag 19 november 2022. Paniek bij de familie van Sylvana Heber. Zij heeft die dag een afspraak, maar komt niet opdagen. En dus wordt de 36-jarige moeder van twee dochters als vermist opgegeven. Niet veel later verstuurt de politie een burgernetmelding. Het huis van Sylvana aan de Dijkmeesterstraat in Hogeloon wordt direct onderzocht. Daar wordt bloed gevonden. En er draait een wasmachine en droger met Sylvana's kleren en beddengoed erin. Ook ziet de politie verse bandensporen en een sleepspoor in de tuin. De omgeving wordt afgestruind, maar van haarzelf ontbreekt ieder spoor. En diezelfde dag wordt haar ex aangehouden, de 42-jarige Marlon B. In zijn Mercedes en op zijn broek zit bloed van Sylvana. Het stukje wat er gebeurd zou moeten zijn, dat stuk ben ik kwijt. Maar dan nog wijst het naar mij en zie ik er zelf ook. Sylvana zou die zaterdag gaan verhuizen met haar meiden, weg van jou. En dat ze weg wilde van jou stond als een paal boven water. Jij was het vuur. En dat jij haar niet zomaar zou laten gaan, wist Sylvana ook. Ja, we gingen uit elkaar, maar ik bedoel, dat is niet rampzalig. Wij reageerden ook allebei niet rampzalig erover. We hadden eigenlijk al wel vrede mee, denk ik. Op zondag begint een grote zoekactie in het bosgebied in Hogeloon. Agenten, vrijwilligers, het veteranen search team, allemaal zoeken ze mee. En de bossen en het buitengebied worden uitgekampt. En er worden zelfs speurhonden en een helikopter ingezet. Wij zijn op het moment met drie groepen in het veld. Eén groep achter mij die gaat weer terug het veld in. En ik denk dat we met een man of 60 op het moment hier paraat zijn. Het uitsluiten van gebieden is voor ons ook succes. We hebben van de politie naar schatting een aantal van 15 gebieden toegewezen gekregen. En ik denk dat we daar een 80% al van gehad hebben. Die zoektocht is nog steeds in volle gang. Dat gebeurt door tientallen agenten, maar ook door zo'n 60 vrijwilligers van het veteranen search team. Het zijn oud-militairen, maar ook oud-brandweermensen en oud-politiemensen. Nou, hier achter mij is het verzamelpunt en dat zoeken gebeurt in een groot bosgebied. En dat doen ze in een lange lijn met zaklampen, want ze hopen natuurlijk zo snel mogelijk iets te vinden. En dan is het dinsdag 22 november 2022. Na nieuwe aanwijzingen verplaatst de zoektocht zich aan het eind van de middag naar de omgeving van een afgelegen zandpad met een stukje bos. De half mijl bij Vessum. Nou, dat is al heel snel 100 vierkante meters. Zoals jullie achter jullie kunnen zien, is het afgehekt. Er staat een tent en rond dat bosgebied zoeken wij. En dan gebeurt die avond waar iedereen al voor vreesde. Na 4 dagen zoeken kregen we die dinsdagavond het bericht dat er een lichaam gevonden was. Mijn gevoel was al gelijk de Sylvana. En inderdaad, rond 6 uur de volgende ochtend kregen we de bevestiging dat het lichaam dat was gevonden inderdaad van Sylvana was. Het is gewoon verschrikkelijk. Ja, voor die kinderen vinden we het echt heel, heel erg. Want ja, hoe moeten die nu verder? Het is gewoon echt iets wat je je niet kan voorstellen dat dat gebeurt. Het duurt al een aantal dagen, dus je denkt natuurlijk wel van oei, dat zal wel niet goed aflopen. Maar dat hoop je natuurlijk wel. Ja, heftig, heel heftig voor zo'n kleine gemeenschap. Iedereen leeft mee en kijk, die kinderen zitten hier op school, dus je ziet die mensen eigenlijk dagelijks. Gistermiddag kwam er een aanwijzing die wij zeer serieus namen. Dat het toch om het bosgebied tussen Vessum en Veldhoven ging. En daar hebben wij dus een gerichte zoektocht op gestart. De gouden tip komt van een oplettende wandelaar die er dagelijks haar Duitse herder uitlaat. Dagen voor de vondst van Sylvana's lichaam ziet de vrouw een blauw zeil liggen. Later merkt ze op dat het zeil is verdwenen en dat er zand is omgewoeld. Ze heeft gehoord van de vermissing en besluit een melding te maken bij de politie. Als Sylvana op 22 november 2022 in het graf in Vessum wordt aangetroffen,
dan blijkt dat op haar lichaam een blauwkleurig zeil ligt. En op dat zeil ligt een tissue. En op de tissue zit het DNA van zowel Sylvana in de vorm van bloed als van verdachte. Alle ogen zijn gericht op Marlon B. En naast de ex van Sylvana is hij ook de eigenaar van een sportschool in Eersel. En een succesvol judoka. Hij werd zelfs meerdere keren Nederlands kampioen en deed mee aan EK's en WK's. En zelf is hij vader van twee jongens uit een eerdere relatie. Maar minder succesvol ging het in zijn relatie met Sylvana. Na 3 jaar maakt zij het uit. Sylvana wilde jou verlaten. En niet alleen omdat de liefde over was, maar omdat je een vreselijk persoon bent. Ze was bang voor je. En nogmaals, helaas niet zonder reden. Sylvana heeft lang gewacht met het bericht aan verdachten dat zij een nieuwe woning had gevonden. En dat zij die zaterdag zou gaan verhuizen. Het is duidelijk dat Sylvana angst had. Grote angst voor de reactie van verdachten. Die haar ertoe heeft gebracht om haar aanstaande verhuizing te melden bij de politie. Ze meldde dat ze vreesde voor haar veiligheid. En ook voor de veiligheid voor haar kinderen. En zo werd Marlon B. al snel de hoofdverdachte. Dagen voor de moord is hij al 6 keer op de plek van het graf. Dat blijkt uit GPS-gegevens van zijn auto. Marlon zegt zelf dat hij wel eens ging wandelen met zijn zoontjes. Een opmerkelijk detail uit het onderzoek. Zijn telefoon had hij dan toevallig niet mee. Mogelijk zodat hij niet getraceerd zou kunnen worden. In totaal zou Marlon voor zo'n 13 kruiwagens aan zand hebben geschept. Genoeg voor een gat van ruim 1 meter diep en zo'n 2 meter lang. Het is aannemelijk dat verdachte zijn eerdere aanwezigheid op Halfmijl heeft gebruikt. Niet alleen voor het brengen van het zeil, maar ook voor het treffen van andere voorbereidingen. Waaronder het al dan niet deels uitgraven van het graf. Ik geef u aan dat ik niets, absoluut niets, voorbereid heb. Niets. Ik heb nooit iemand iets aan willen doen. Absoluut niet. Nul. Dat zegt hij ook in maart 2023 in de rechtbank. Maar in februari van dit jaar lijkt hij zich niks meer te kunnen herinneren. Maar ik kan ook niet meer vertellen wat ik weet. En het enige wat ik wel weet is dat ik het niet... Ik heb niet iets bewust of met opzet gedaan. Deskundigen die Marlon hebben onderzocht geloven niks van zijn geheugenverlies. En ook de rechter denkt er heel anders over. Maar dat zomaar uit het niets je geheugen verdwijnt, gebeurt eigenlijk nooit. De enige plek waar dat vaak voor lijkt te komen is hier in de zittingszaal. Dan zijn ineens mensen hun geheugen kwijt. Het tactisch onderzoek in combinatie met de gedragsdeskundige bevindingen brengen mij tot de conclusie dat verdachte donders goed weet wat hij heeft gedaan. Maar dat hij ervoor kiest, het is een keuze om er niet voor uit te komen. Volgens het OM is het duidelijk, Marlon heeft Sylvana's dood gepland en eist daarom 24 jaar cel voor moord. Wij hebben levenslang. En hopelijk krijg jij ook levenslang. En kom je nou nooit meer de bak uit.